De bal rolt bij deze derby. Zaterdag 9 oktober, DVS 33 Ermelo tegen VVUG. De derby van de Veluwe. Lars Dekker, kopballetje naar Kruiseer. Kruiseer nu terug naar Vinkluiver. DVS begint aan de eerste aanval. Vrije trap is voor DVS. Klemmen van de bal. Lange bal. Meteen nu zoeken. Roemio. Dat is een goede bal. Maar wordt goed verdedigd. Hij heeft toch de bal tussen een paar mensen van VVOG in. Benjamin Rumion in het zijnet. Ja, het was dat een onmogelijke hoek om uit te scoren eigenlijk. Maar goed begin van Benjamin Rumion. Ingooi is nu voor DVS. Nicky van Hilten. In de diepte gegooid, maar Groenewegen ziet dat. Bia. Bal in de as. Van Dijk. Goeie aanname van Dijk. Rumion. Dit. Wat ruimte. Schieten. Oeh, bal voorlangs. Raakt hem niet helemaal zuiver, nee. Maar ik had wel de ruimte om op goal te schieten. Misschien iets meer uitgehaald kunnen worden. Leek hem mee te geven aan medespeler op de rechterkant, maar koos toch voor het schot. Kreeg ook de ruimte en de tijd daarvoor. Niet echt lengte voor de pot, dus DVS gaat combineren. Afvallende bal. Nu bij Koen Vloedgraven. DVS stelt de bal in de ploeg. VVG massaal terug. Tim van den Berg. Kan gaan schieten. Weer het vizier nog niet op scherp. Adriaan Kruiseer. Bal voor DVS. Nu Lars Dekker draait goed open. Steekballetje. Kruiseer met wat ruimte voor de goal. Roemion. Roemion. Goeie kans wat hoor. Wat een mooie aanval van DVS. Moet zich misschien wel meer belonen. Grote kans. Nummer 1. Ja, goed uitgevoetbald. Snelle overname. Lars Dekker, balletje op Kruiseer. Strak voor de goal. Hij kwam net niet goed uit met zijn voet. Maar toch ziet vaker bij DVS halve kansen. Die gaan er niet zo makkelijk in. Daan Huiskamp. Wolgarten. Duel. Maarten van Dijk naar Kruiseer. Een hakje naar Van Dijk. Oh, nu, de zijkant. Zijkant opzoeken. Buitenkant. Hou hem in de. Ja, hij kan erdoor. Die moet erin. Krunzi Veenhoff. Wurmelt ze langs de man. Dat zag er een beetje knullig uit. Maar zet DVS wel op 1-0. En dat is heel lekker voor hem. Dat hij deze kans, die eerste kans die hij krijgt, gewoon eens een keer maakt. Heerlijk voor DVS. Hij hing in de lucht. Ja, het was inderdaad een beetje frummelen. En het leek of hij ging verspelen. Maar Nicky van der Hilden kwam ook buitenom. Maar hij kon er tussen. Hij deed het erom. Koen Vloedgraven, 20e minuut. Oh, nou. Evre! 2-0! Buitenspel! Buitenspel! Orkaan van geluid hier. Die hele tribune sprong op. Ik kon de grensrechter niet goed zien. Ja, ik zag een heel vervelend vlaggetje. Ja. Maar nu VVOG. Aan de andere kant is het geen buitenspel. En daar is niet. Nou, goeie tackle. Geen overtreding. Een billige maar neiden. Daar was Vog voor het eerste keer. Nou, Quincy Veenhoff, 25e minuut. Korte corner waarschijnlijk. Nee. Dat hebben ze goed geanalyseerd, want. Nou, die blijft. Dat scheelt echt helemaal niks. Dijkhoff was dat. Snijders nu heeft de turbo aanstaan. Achtervolgd door Lars Dekker. De Graaf laat zich zakken uit de spits. Balletje achter de goeie verdediging. Bal, dat zeg. Is Bia. Daan Huiskamp met een cruciale redding. In de 32e minuut. Hulp van Vinkluiver. Die houdt hem in de ploeg. Nu Roemion weer. Zal openen naar Van Hilten. En Veenhoff. 2 tegen 1. Mooi gevoetbald. Nou, die kan erin. Schieten. Hij kwam niet uit. Hij kwam niet uit. Wat een fantastische aanval weer van DVS. En nu meteen weer die tegenstoot van VVOG. En dat kunnen ze heel goed. Daar kan
Vloedgraven. Goed duel. Reglementair de bal afgepakt. Buitenspel, nee. Mag het verder. Quincy Veenhoff. Oh, Paul Epping. Wat een... Ook een cruciale redding van Paul Epping, maar alleen op de keeper Quincy Veenhoff. Ja, dit zijn wel... De kansen die je moet maken, want aan de andere kant gaat Bia er vandoor. En dit is geen buitenspel en dan valt hij niet, want daar wordt goed verdedigd door DVS. Kan ver ingooien, Snijders. Dat kan die. Geplukt. Ja. En rust in Ermelo. En we gaan het meemaken voor de tweede helft. Aftrap is genomen. Yassine Koert. Onwoa met de crossbal of de opening naar Snijders. Die raakt hem ook vol. Nou, dan moet Tim van den Berg instappen. Goed, hoor. Doet hij keurig, maar die bal valt niet helemaal lekker. Van Ooyen. Het is op de lat. Bal op de lat. Bal blijft hangen. Bal blijft hangen. Nou, weg aan het ding. Nee, ja. Overleefd. Ook in door Dien van Ooyen nog een goede kans. Vier man in de buurt in de 57e minuut. Komt die bal. Gekraakt en weg. Huiskamp. Bal naar Kluiver. Verwerkt hem netjes. Kruiseer. Roemion of Veenhoff. Goed netjes gevoetbald. Andere kant is er ruimte voor Roemion in die hoek. Ha, Van Hilt is er ook om hem... te assisteren. Een goede aanname. Ik wist dat je het ging zeggen. Boom! Ja! Van de goal! Van de goal! Wat een fantastisch doelpunt! Oh! Kruiseer! Boom! 2-0! Ik zag hem niet aankomen. Strak ingespeeld. Ruimte 16. Kruiseer die twijfelt niet en Boom. Die jaagt hem zo de verre hoek in. Hier komt Paul Epic alleen maar naar kijken. Maarten van Dijk op de man. Zorg dat VVG Elhamdi. Via Jeffrey Snijders die balverlies leidt. Kevlin Kluiver. Ziet Roemion. Roemion. Ja, Roemion krijgt hem alsnog. Roemion als eerste zelf. 3-0! Wow, lekker zeg! 3-0. DVS is nu helemaal los. Ja, en even heel speciaal nu voor Finn Kluiver. Die gaf een fantastische bal achter de verdediging. Fantastische paas op... Hij wacht even. Zag Roemion vertrekken. En Roemion lanceert zich eigenlijk door de verdediger tegen de maan te laten lopen. En rond het fantastisch af. Ja, heel mooi afgerond. Echt een lekker boogballetje. Goed van Nicky van Hilden. Hij speelt echt een prima wedstrijd. Veel verdedigend sterk vandaag. Kruis hier nu. Naar Stef Nijland. Korte combinaties. Bal uiteindelijk in de overname. Yassine Koert. Draait handig zo weg. Zo, goed gedaan hoor. Maar de voortzetting van hem is niet goed. Maar wel een keurige actie van Stef Nijland. Stef Nijland. Oh, Stef Nijland. Stef Nijland. Roemion. Nee, nu kan het niet meer denk ik. Lekker als je verdediger zo'n duel wint. Ja, Lars Dekker vooruit, dat doet hij. Net naast Kruiseer. In de overname gaat het door. Voordeel nu wel. Kruiseer. Steekbal. Nee, gewoon in de voetjes. Voor de goal. Nou. Ach. Oh, Stef Nijland. Stef Nijland. In de handen. We hebben gewoon twee goede kansen alweer achter elkaar gehad. Als DVS een keer echt pijn wil doen aan de buren, dan kan dat wel vandaag. Het is VVG wat weer wil wisselen. Een korte corner is. Komt die voorzet. Evre. Roemion is daar. Roemion is daar. Ja, die is daar. Heeft er wel gevoel bij met dat soort dingetjes. Maarten van Dijk. Maarten van Dijk gaat alleen komen. Maarten van Dijk gaat kappen. Maarten van Dijk gaat scoren! Maarten van Dijk op aangeven van Benjamin Roemion. Hij blijft heel rustig, Maarten. En ik denk dat het verschil nu wel gemaakt is. Ja, de kantine is vandaag een uurtje langer open, heb ik begrepen, hier in Ermelo. Pinacci terug op Huiskamp. Nu Kruiseer met Wolkart en laatst wint hem. Harry gaat Roemion weer uit werk zetten. Het
Het gaat soms snel, Maarten. Ja, het gaat heel snel. Ruimte voor Kruijzeer. Mooie. Nou, dat is alle ruimte. Die moet erin. Dat gaat ook in. 5-0. En nu gaat het pijn doen voor de buren. 5-0 Stef voor de Nijland. Hij zocht het hoekje en... Ja, als hij deze niet gemaakt had... Wissel aanstaande, dat is nummer 4. Maar ik weet niet waarom hij nu nummer 4 heeft, maar het is Roemion krijgt Valstar. De publiekswissel. Ja, Benjamin Roemion. Geweldige wedstrijd. Kreeg een hoop ruimte ook om acties aan te gaan. Snijder is doorgespeeld. En nu... Geweldig. De kijk eens, hij is er ook echt blij mee. Viert het met het publiek. Strakke bal op het voorhoofd van El Hamdi. Bottenef die hem achter de verdediging wilde leggen. Dit is Stef Nijland. Goede aanname. Gaat hem crossen richting Van Hilton. Zo'n bal, hè? Is een lekkere bal. Die heeft wat ruimte. Hij gaat er zelf kijken ook of, Van Hilton op avontuur. Ja, en die bal komt bij Valstar. Geen overtreding. Van de bal afgelopen door Fadili. Die heeft ook al een keer eerder een 6-0 meegemaakt. Werd destijds door Maurice de Ruiter dolgedraaid, weet ik nog. Maar scheidsrechter die zegt meteen wat jij zei. Ja. Je hebt een lijntje met hem. DVS wint van VVG met 5-0. En dat zijn klinkende cijfers voor de mensen hier in Ermelo. En... Ja, en de punten in Ermelo. Ja. DVS heeft een ruime overwinning op VVOG. En we hopen dat jullie allemaal genoten hebben van deze wedstrijd. Bedankt voor het kijken. En vergeet niet om te abonneren. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Hier in Ermelo of elders. Een heel fijn weekend. Adriaan Kruijzeer voor de camera's van DVS TV. Allereerst van harte gefeliciteerd met deze eclatante overwinning, Adriaan. Ja, dankjewel, Piet. Hoe heb je het beleefd in het veld zelf? Ja, eerste kwartier denk ik dat we echt goed begonnen. Gewoon aardig wat kansjes. Toch? Ja, en daarna volgens mij viel vrij snel die 1-0. En daarna werden zij iets sterker. Bleven wij wel denk ik beter van het spel houden. En na rust had het wel eventjes lastig, denk ik. En toen maakte hij natuurlijk die goal en ik denk dat dat wel een kantelpunt was ook bij hun van, ja, het is gelopen. Ja, en je bent wel multifunctioneel, mag ik zeggen, want de ene moment ben je controlerend, andere moment sta je in de spits. En nu met een werkelijk werelddoelpunt. Die gaat echt viral, ja, dankjewel. Ja, ik hoop het. Ja. Ja, nee, ja, weet je, ik speel waar de trainer natuurlijk me nodig heeft. Klinkt een beetje cliché. Maar ik voel me eigenlijk meer een soort van nummer 10. Ook als ik, ja, op papier sta ik natuurlijk in de spits. Maar het was eigenlijk afgesproken om echt als valse nummer 9 te spelen. Eigenlijk als tweede nummer 10. Ja, en de centrale verdedigers van VVOG hadden eigenlijk geen idee wat ze met me aan moesten. Dus dat heeft goed uitgepakt, ja. Je kreeg hem ook heerlijk mee, hè? Waardoor die bal op een of andere manier ook een heerlijke curve kreeg. Ja, ik ga best wel vaak naar de rand 16. En ik riep al naar Nicky van, ja, ik sta er. En hij gaf hem goed. Er zat nog een klein stuitje in. En toen raakte ik hem echt Ik stond deze keer achter het doel. En dan is het heerlijk om dat te zien ontstaan. Ja. Vlak daarvoor had je nog zo'n slap rolletje. Dan zeiden we nog tegen elkaar van, wat is dit nou? Adriaan, kom op, venijn erin. En even later, bam. Ja, dat was met mijn linkerbeen. En zo snel kan het ook gaan in het voetbal, met dat soort dingen. Maar goed, ja, gelukkig schiet ik hem erin, dus daar ben ik ontzettend blij mee. Feestelijk potje. Ja, absoluut. Ja. Ja. En nog van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Afgelopen donderdag, hè? Ja, klopt. Ja. En dan ook nog je diploma. Ja, ook. Klopt. Man, wat een week. Ja, wat een week, hè? Te gek. Ja, ja, oké, okay, bedankt. Ja, dankjewel. Doeg. Oh.
Allereerst, Peter Wesseling, van harte gefeliciteerd met deze fantastische uitslag. Ja, 5-0 hadden we van tevoren voor getekend. Ja, dat kan ik wel geloven, ja. Hoe komt dat nou, zo'n uitslag? 5-0, is dat omdat VVOG probeerde te voetballen? Of is het onze kwaliteit? Nou ja, kijk, we hebben ze natuurlijk onder druk gezet. Aantal keren dat zij de bal veroveren. Middenvelders aanspelen en ze door laten draaien, zeg maar. Ja, dan zijn ze toch ook gevaarlijk, hè? Want voor hetzelfde geld, ik hoorde van Gaal gezegd, ja, voor hetzelfde geld wordt het 2-1. En dat was eigenlijk in de rust ook zo. We hebben natuurlijk 5, 6, 7 geweldige kansen gehad. Maar zij ook twee momenten. Dus dat blijft lastig. Maar ik vond ons aan de bal, zeker het eerste half uur, zo goed. Doorbewegen. En we hadden natuurlijk met Adriaan in de punt zijn we gestart. Vorige week met Erren. Ja, dat zijn natuurlijk geen echte spitsen. Hè, maar het zijn wel spelers die op het middenveld komen, tussen linies komen. Ja, dat hebben we gewoon met Adriaan gewoon hartstikke goed gedaan. Die was steeds 5, 6, 7 meter uit het centrum. Centrale verdedigers dekken niet door. Hij wordt aangespeeld. Dan met lopers, hè, Maarten, Quincy, Ali, Koen een keer. Ja, en ga je met lopende mensen spelen. Tegen hun 16 aan, ja, dan kun je heel gevaarlijk worden. En dat hebben we heel goed gedaan. En ik vond 1-0, dat blijft natuurlijk een gevaarlijke uitslag. Of een stand, zeg maar, in de rust. Maar ja, volgens mij hadden we al met 2 of 3 of 4-0 voor moeten staan in de rust. Wel een paar billenknijp momenten de eerste kwartier in de tweede helft. Maar dat, ja, daar doel ik dus eigenlijk op. Dat Volk, ja, toen probeerde te voetballen en natuurlijk druk zetten. Ja. En wij profiteerden denk ik ook heel erg goed van de ruimte achter hun linies. Ja, met Benna staat natuurlijk altijd Nicky die kan komen. Maarten die blijft gaan. Maar ook vond ik de tweede helft ons inderdaad voetbal wat minder. Dat lag ook wel aan VVOG. Maar ik denk 5-0, volgens mij is daar niet zo heel veel op af te dingen. Zeker niet. Er lopen een paar goalgetters rond en een verborgen spits. Dat is ook wel een wapen, hè? Misschien niet een traditionele spits. We hebben vandaag ervoor gekozen om het zo te doen. Dat pakt dan goed uit. Jammer van Ali, die moest na de warming-up net met het afwerken schiet het hem iets in zijn lies. Of eigenlijk in zijn lies, onderbeen. Of achterin, zeg maar. Niet de hamstring, maar een beetje aan de zijkant. Want ik denk, met de snelheid van Ali hadden we nog meer kunnen profiteren. Quinn heeft het heel goed gedaan. Geweldig voor hem dat hij de 1-0 maakt natuurlijk. Maar zat er al heel snel doorheen. Kon er niet overheen komen. Maar daar lagen zeker mogelijkheden ook voor ons. Helaas. In ieder geval gefeliciteerd nogmaals met deze fantastische overwinning. En op naar volgende week en die week daarop. Ja, nou ja. Kijk, volgens mij hebben we vorige week al gezegd. Het is natuurlijk mooie weken komen eraan. Dus kijk er naar uit. Okay. Dus zeker ook omdat er jongens terugkomen. Stef is er weer bij. Kenneth Anicora die mag maandag weer aansluiten. Dus dat zijn allemaal goede dingen. Waardoor je het niveau van de training weer omhoog gaat. En ook je bank sterker wordt. Hartstikke mooi. Geniet ervan verder vandaag. Gaan we zeker doen. Okay. Dankjewel. Gefeliciteerd, mannen. Bedankt.